Mijn naam is Anton Koningen, Operation Manager Schiphol. Wij zijn verantwoordelijk voor een goed passagiersproces vanaf A4 tot aan vliegtuigdeur. En omgekeerd, als de mensen thuiskomen, dat ze weer op een goede manier terugkomen naar huis toe. Nou, we zijn nu in mijn kantoor aanbeland en aansluitend aan het regiecentrum en daar gaan we nu even heen. Nou, in het regiecentrum, dan kun je je voorstellen, dat zijn de oren en de ogen van de luchthaven. Vaak weten we precies hoe laat het druk wordt en dan zijn we erop goed op voorbereid. Maar af en toe dan komt er een vliegtuig een half uur eerder binnen of een half uur later. En dan is dat onverwachts. Dan moeten we daar even op inspelen. En daarvoor hebben we hele goede contacten en daar zijn we wel heel blij mee met de security, met de andere afdelingen, bijvoorbeeld de KLM en de douane en de Marseillais. Dat we gewoon het proces voor de passagier gewoon feilloos kunnen ondersteunen. Nou, ik krijg toevallig net een melding binnen dat er erg veel overlast is van bagagekar in vertrek hal 2 in het EF-gebied. Dus ik ga er nu even zelf langs lopen. Nou, ik denk dat ik een beetje weet wat er aan de hand is. De karren worden hier allemaal verzameld om ze met de karrestransporteur naar beneden te krijgen, naar de reclaim. En ja, als je te veel opslaat, dan leidt dat gewoon tot stagnatie. Ik denk dat het meestal weg is, maar ik kan me voorstellen dat het net even te veel was. Nou, we hebben net een melding gekregen dat er bij de D3... iets loshangt. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met de harde wind die vanmorgen voorspeld was. En de brandweer die zou daar even een onderzoekje doen. Nou, in principe is dit een grensgebied. Het is natuurlijk airside, het is voor mijn collega de AOM. Maar ja, het hangt aan het gebouw, dus wij maken ons daar wel druk over. Want voor hetzelfde geld heeft het consequenties voor zaken die binnen in het gebouw spelen. En wat is er aan de hand? Heb je het al bekeken? Ja, we kunnen hem terugklikken, dat paneeltje. Ja? Gaan we even zelf doen met een ladder en dan is het weer opgelost. Veel voetbalsupporters, een belangrijke wedstrijd vanavond. Klopt. We zitten met ongeveer 800, komen aan vanmiddag om 2 uur, 3 uur. Lijkt mij het handigst om de supporterstroom die je hebt, om naar boven te begeleiden. Ja. En dan vanaf de vertrekpassage naar de uitgangsroutes te gaan. Oké, dus dan laten we de bussen boven komen. Ja. Dankjewel. En we spreken elkaar zo. Grote uitdaging in mijn werk is dat ik eigenlijk nooit weet wat er over 30 seconden aan de hand zou kunnen zijn. Je wordt gebeld, er is wat aan de hand. Soms een calamiteit, soms een verstoring. En iedere keer wordt er een beroep gedaan op je creativiteit om de zaak op te lossen. En dat vind ik echt heel erg leuk, dat je niet weet wat er gaat gebeuren.